Hallo, mijn naam is Patricia Lee. Gebleken uit wetenschappelijke onderzoeken is dat meditatie en meridiaanstrekkingen en daarnaast drukpunten heel veel kunnen doen voor het brein. Langdurige stress geeft helaas schade aan het brein en vaak hebben we daar allemaal mee te maken. Wat enorm kan helpen is meditatie. En door meditatie, daar zijn onderzoeken over gedaan door onder andere een neurowetenschapper Sarah Lazar, is gebleken dat je nieuwe neuronen aanmaakt. Dat het brein zich verjongt, dat telomeren zichzelf verlengen. En telomeren slijten normaal gesproken naarmate we ouder worden. Dus zelfs je biologische leeftijd kun je verlagen door meditatie en meridiaanstrekkingen. Bij meditatie is het belangrijk om de adem te volgen. Omdat de adem, die heb je altijd bij je. Dat is een anker voor meditatie. Op het moment dat je je ogen sluit, kun je de adem volgen. En daarbij kan je bijvoorbeeld de inademing ietsje kort doen en de uitademing ietsje langer. Want wanneer je inademt, spant het lichaam zich aan. En wanneer je uitademt, ontspant je lichaam. Wat een mooie oefening is, gewoon gedurende de dag, is om 4 tellen in te ademen door je neus, 8 tellen uit door je mond. Doe dit een keer of 3 achter elkaar en herhaal dat op verschillende momenten van de dag. Dat kun je overal en altijd toepassen en dat kan je helpen om te ontspannen. Op het moment dat je wil leren mediteren, is het natuurlijk best wel moeilijk om dat in deze korte video uit te leggen. Maar wat je zou kunnen doen, is op het moment dat je je ogen sluit, om de adem, als je visualisaties fijn vindt, voor te stellen als de zee. Dus je gaat bijvoorbeeld zitten en je stelt je voor dat de golven komen aanrollen op een inademing en dat de golven zich weer terugtrekken op een uitademing. Op het moment dat jij je ogen sluit, is de kans groot dat er heel veel gedachten omhoog komen. Gemiddeld hebben we er 60 tot 70.000 per dag. En daar zit geen aan- en uitknop op. Wat kan helpen is een concentratiemeditatie. Die komt uit het Zen-boeddhisme. En het kan je helpen wanneer je je ogen sluit, dat je van 1 naar 10 gaat tellen. En dan weer van 10 naar 1. En dit constant blijft herhalen. Op die manier blijf je gefocust en blijft de aandacht bij het tellen. Op die manier zou je kunnen beginnen met het leren van meditatie. Maar ook als je al gevorderd bent, kan dit een fijne techniek zijn om te gebruiken. Daarnaast wil ik je een paar drukpunten uitleggen vanuit de Chinese geneeskunde. Die kunnen helpen om je te ontspannen. En hierzo heb je de sleutelbeenderen. Net aan het begin van die sleutelbeenderen, een duimbreedte daaronder, zit nier 27. Dat is het eindpunt van je niermeridiaan. En de nieren zijn volgens de Chinese geneeskunde verbonden met angst en spanning. Dus op het moment dat jij daar een klopbeweging maakt, en ik zou dat voor een minuut of 2 ongeveer doen, kan dat al helpen om wat dieper te ontspannen, om spanning los te laten. Ook rondom je pols, en soms doen we dat al intuïtief, maar die kennis zijn we op zich een beetje vergeten, zitten belangrijke drukpunten om te ontspannen. Dus wanneer jij je pols vastpakt en daar een lichte druk aan geeft en ondertussen je hand zo rond beweegt, behandel je al drukpunten die je ook weer kunnen helpen om te ontspannen. En dat doe je bij beide polsen. Op die manier merk je ook dat je in die ontspanning komt. En de ontspanning is enorm belangrijk om weer het brein te herstellen, te optimaliseren. Mocht je meer willen weten over meditatie en yoga, ben je altijd vrij om me te e-mailen. En dan hoop ik je wat meer over deze belangrijke vormen van meditatie en meridiaanstrekkingen uit te kunnen leggen. Alle goeds en namaste.